Mag ik een applaus voor onze Mr. Limburg Internationaal, Jeremy Martens. En natuurlijk onze Miss Limburg Nederland, Daniela Zwarteveen. En onze Miss Limburg Internationaal, Lotte de Schutter. We gaan beginnen met de Lady Fotogeniek. Dus een van die dames is verkozen tot het meest fotogenieke. Jeremy, jij hebt de linten, denk ik. Dus je gaat moeten zoeken welk lint je nu nodig hebt. Dat is Miss Fotogeniek. Mevrouw Panis, die is de cadeautjes nog halen. Die komt er zo aan. We gaan beginnen met de Lady Mannequin Fotogeniek. Is het nummer 52, Inge. Proficiat Inge, je geeft het lintje van Jeremy. En zo dadelijk nog heel wat cadeautjes. Mevrouw Panis met de cadeautjes. Backstage krijgen jullie nog heel wat cadeautjes. Ik ga mij aan die kant zetten, dat gaat iets makkelijker zijn. Dan hebben we een Lady Mannequin Motivation. Dus iemand die zich heel hard heeft ingezet tijdens de verkiezing. En dat is het nummer 53, Nadine. Miss Motivation. Ja, en van de volgende uitslag, daar verschiet ik niet van, want als je het mij zou gevraagd hebben, dan had ik net dezelfde keuze gemaakt. De Lady Mannequin Sympathie. Nummer 46, Nina. Ja, Nina, je ziet dat dat loont altijd lachen, hè? Proficiat, Nina. En dan zijn we toegekomen aan de second runner-up voor de titel van Lady Mannequin. En dat is geworden het nummer 57, Lisa. En dan hebben we natuurlijk een first runner-up voor Lady Mannequin. Dat is geworden het nummer 50, Laura. Lady Mannequin voor België bekendmaken, onze Lady Mannequin voor Nederland. Maar er is iets nieuws, want er wordt vandaag ook een Curvy Mannequin International verkozen. En die Curvy Mannequin International is geworden het nummer 51, Maxima. Helemaal spannend.
Trouwens, de Miss Curvy nog eventjes erbij vertellen. Die werd gesponsord vanavond door XL Mode. Die heeft een collectie geshowt van XL Mode. En ik heb iets nieuws dat zij nog niet wist, onze Curvy mannequin. Dat is dat de jurk die zij er straks droeg, die krijgt zijn cadeau van XL Mode. Dan zijn we toegekomen aan de Lady Mannequin voor Nederland. Lady Mannequin voor Nederland is het nummer 58, Lucienne. Proficiat Lucienne. En dan hebben we natuurlijk ook nog die Belgische Lady Mannequin. En wie zou dat geworden zijn? Weten jullie het? Wie zeg je? Nummer 55, Jessica! Ja, en dan zijn we nog niet uitgeteld en gedaan. Ik ga Lucienne eventjes erbij vragen. Alsjeblieft. Want we hebben een Nederlandse Lady Mannequin. We hebben een Belgische Lady Mannequin. En één van die twee is Lady Mannequin International. België of Nederland? Lady Mannequin International 2019. Jessica. Waar je de kut kinderen? Ja, en de Lady Mannequin hoeft zich geen zorgen meer te maken om haar rimpels, want ze krijgt maar liefst 2 flessen anti-rimpelproduct. En daar kom je even mee toe, denk ik. Van Dua Life geschonken. Duo Life geschonken. En natuurlijk al die mooie linten die onze dames dragen, dat zijn geborduurde linten, wel die worden ons geschonken door Freddy Kaps. Freddy Kaps, die nog in de zaal is. Ja, daar is hij. Bedankt trouwens, want ze zien er weer schitterend uit met uw linten. Freddy Kaps, voor al uw borduurwerk, dames en heren, al uw promokleding en dergelijke, slechts 1 adres hier in Limburg en dat is bij Freddy Kaps. En de winnaressen krijgen ook nog een juweel geschonken door Victoria Juwelen. En ik weet niet waar die mevrouw van Victoria Juwelen, die was daar. Ja. Geef een applaus, Victoria Juwelen, voor die mooie cadeaus weer voor onze ladies. Dank u wel. En om de winteravonden door te komen, krijgen ze ook nog iets geschonken door Tutti Passi. Wat het is, dat mogen ze zo dadelijk zelf daar gaan bekijken. Nog eventjes een groepsfoto. En dan is het tijd om die 15 finalisten voor Belgisch Limburg erbij te halen. Thank you.
backstage krijgen jullie alle cadeautjes nog overhandigd. Want dan is het nu de hoogste tijd om die 15 finalisten bekend te maken voor Miss Belgisch Limburg en wie weet ook voor Miss Limburg Internationaal. Wie gaat Daniela of Lotte opvolgen en het kroontje doorkrijgen? Achteraan in spanning, de kandidaten voor Miss Limburg.